Onder het kabinet Santokki Brunswijk is het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu in het leven geroepen. Deze twee beleidsonderdelen zullen ruime aandacht krijgen. Dit departement zal ongetwijfeld bijdragen aan het uitvoeren van het uitgestippelde regeerbeleid. De communicatiedienst Suriname sprak hierover met minister Silvano Tjong-Ahie. Wij hebben, dit ministerie heeft eigenlijk is ontstaan, laten we beginnen bij het ontstaan, omdat het niet alleen komt vanuit het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer, maar ook dat deel van milieu dat viel onder het kabinet van de president. Daar had je dus een unit die dus ging over milieu. En die twee zijn bij elkaar gebracht. En de bedoeling is dat we een ministerie, dat we die twee beleidsgebieden bij elkaar brengen. Om eigenlijk de omgeving waarin we leven, om het beleid daarop los te laten. Een gezond beleid, zodat we kunnen praten van een duurzame ontwikkeling. U weet, we hebben nu een heleboel uitdagingen voor ons. Er zijn een heleboel plannen om dit land leefbaar te maken, beter te maken. We hebben een drang naar economische ontwikkeling. We weten dat we over een aantal jaar waarschijnlijk zullen mogen genieten van de inkomsten uit de oliesector. Maar het is goed om tijdig je beleid dusdanig in te richten dat je ook rekening houdt met wat men noemt duurzaamheid. En dat je dus de productie in je land niet ten koste laat gaan van je omgeving. Daarom hebben we dus een ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu. Dat zijn twee beleidsgebieden die in principe bij elkaar horen. En die ervoor moeten zorgen dat jouw omgeving, de infrastructuur, maar ook andere organismen die in onze omgeving wonen en leven, dat die in harmonie met elkaar zijn. En dat we dus niet in onze drang naar productie en economische ontwikkeling onze omgeving vernietigen. Heel mooi antwoord, minister. Minister, we praten nu over milieu. Suriname is het groenste land ter wereld. En toch zien we dat illegale goudwinning een pracht van een natuurreservaat als Bronsberg helemaal hier vernietigt. Wat zal uw beleid zijn ten aanzien van dit vraagstuk? Nou, kijk, de problematiek bij Bronsberg, en ik ben het eens met u, Bronsberg is een van de prachtige plekken in Suriname. We weten dat er daar sprake is van illegale goudzoekers die daar eigenlijk de omgeving aan het vernietigen zijn. Het probleem is eigenlijk toch wel veel groter dan slechts een milieuvervuiling of verstoring van de biodiversiteit en alles wat daar plaatsvindt. Het is een probleem dat dus veel ruimer is. Er zijn problemen over de rechtszekerheid van of de rechtstoestand van het gebied Bronsberg, waar onduidelijkheid over bestaat, over het beheer daarvan, over natuurlijk het feit dat de plaatselijke bevolking daarvan mening is dat het grondgebied, dat het hun grondgebied is en dat ze dus het recht hebben om goud te zoeken. Er zijn dus ook andere problemen natuurlijk, want als regering kijk je naar wat daar gebeurt en je weet dat daar sprake is van mensen die dus moeten voorzien in hun onderhoud. Daarom is het een complexer probleem dan slechts een probleem voor dit ministerie alleen. Vandaar dat de nieuwe regering, ik moet zeggen, de vorige regering heeft een gedoogbeleid gevoerd. Er is vrij weinig gedaan om echt in te grijpen. En wanneer je gedoogbeleid voert, dan kan het moeilijk worden voor de volgende regering om in dienst te komen en in te grijpen. Er is een commissie voor kleinschalige goudsector. Die is interdepartementaal, waar dus ook ons ministerie aan participeert. En als zodanig wordt dit probleem bekeken vanuit verschillende invalshoeken en waar dus oplossingsmodellen voor gezocht worden, as we speak. Dus op die manier is ons ministerie
ook betrokken bij het proberen van het oplossen, niet alleen voor Bronsberg, maar over heel Suriname, het binnenland van Suriname. Heel duidelijk, minister. We gaan nu een beetje praten over ruimtelijke ordening. Is er een integraal plan met betrekking tot ruimtelijke ordening? Nee. Integendeel, de ruimtelijke ordening in Suriname tot op dit moment is zeer gefractioneerd. Het is dus eigenlijk niet geordend. Een aantal ministeries hebben verantwoordelijkheden op het gebied van de ruimtelijke ordening. Het is zo geworden vanwege allerlei politieke ontwikkelingen. Maar ik weet dat dat juist de reden is waarom de ruimtelijke ordening in Suriname er eigenlijk zo slecht aan toe is. De inrichting van onze stad, de inrichting van nieuwe wijken is vaak vrij slecht. En dat komt vanwege het feit dat meerdere instanties de verantwoordelijkheid hebben over hoe onze omgeving zich ontwikkelt. Als u me vraagt, is er een integraal plan? Nee, maar u kunt neem aan dat u me daarna zult vragen, oké, wat willen wij gaan doen? Wij willen sowieso beginnen met een nota ruimtelijke ordening. Dat wordt een nota waarin wij onze visie zullen geven en niet ons, het ministerie, alleen maar een breed gedragen document. Dat tot stand komt door discussie, waar we een aantal aspecten meenemen met betrekking tot de ruimtelijke ordening. Wanneer deze nota ruimtelijke ordening rond is, dan zullen wij komen tot een nieuwe wet ruimtelijke ordening. En dan denk ik dat er toch wel meer duidelijkheid zal zijn over de verantwoordelijkheden met betrekking tot hoe wij onze omgeving inrichten. Ook daar hebben we een gouden kans, omdat dit een nieuw begin is. En we kunnen dus de nieuwste ideeën over ruimtelijke ordening kunnen we meenemen. Dat niet alleen. We weten dus ook dat wanneer we nu gaan nadenken over ruimtelijke ordening en de wetgeving nu gaan vastleggen, dat het aspect van milieu, van hoe we omgaan met ons milieu, dat die ook meegenomen wordt in de ruimtelijke ordening. Dus we hebben een unieke kans. Er is nog geen plan. Er komt wel een plan. We zijn nu al bezig ook dat gedeelte voor te bereiden. Voor het eind van het jaar wordt de commissie benoemd van een aantal bestaande uit een aantal ruimtelijke ordeningsspecialisten, samen met sociale geografen en dergelijke, die de nota ruimtelijke ordening zullen voorbereiden. En vervolgens zal die getransformeerd worden naar een wet ruimtelijke ordening. En dan hopen we dat we dan op dat moment wel duidelijkheid hebben gegeven in hoe de verantwoordelijkheden liggen, wat we willen met onze omgeving. Er moet ook een stukje bodemonderzoek gedaan worden, zodat we daarna, nadat we de wet hebben afgekondigd, dat we structuurplannen kunnen maken en bestemmingsplannen. En dan weten we precies hoe die omgeving eruit zal zien. Eigenlijk heeft u maar antwoord gegeven op de volgende vragen. Omdat er nog geen plan is, er komt wel een plan. Ja. Maar ik ga vanuit dat stedelijke planning ook onder uw ministerie gaat vallen. Ja, dat klopt. Nou, laat me dit erbij zeggen, het feit dat wij nu in de aanloop zijn van het maken van de wet, wil nog niet zeggen dat we in de tussentijd helemaal niets zullen doen. Dat zal niet gebeuren. Simultaan aan de voorbereiding van de wet ruimtelijke ordening zijn er wel activiteiten die wij zullen ondernemen. En ik kan er een paar noemen. We hebben wat projecten nu op tafel liggen. We zullen kijken naar de productiviteitsverhoging van Paramaribo, de binnenstad van Paramaribo, een project dat we willen gaan doen met het bedrijfsleven. Maar we denken ook na over bescherming van bijvoorbeeld het kustgebied, waar we beleid op los moeten laten.
We gaan ook kijken naar het databestand, omdat wanneer je wil doen aan ruimtelijke ordening, dan moet je ook weten, je hebt data nodig van je bodemgesteldheid, je hebt geografische data nodig, je hebt hoogtemetingen, dus noem maar op, een hele scala van informatie die je nodig hebt. En een groot deel van deze informatie bestaat al bij verschillende, ook daar zie je bij verschillende instituten. En wat we willen gaan doen is, vanwege het feit dat geoinformatie zo duur is, willen wij zeg maar een pivot, een soort centrale rol gaan spelen in het bij elkaar brengen van databestanden. Dus noem maar geografische informatie van het MIGLIS, van SBB, van NIMOS, van de universiteit. Daar willen wij dus beleid op gaan loslaten, zodat die informatie gecombineerd kan worden tot zeg maar een platform van data die dus gebruikt kan worden voor de ruimtelijke ordening en natuurlijk ook voor andere doeleinden. Heb je die data niet, dan kan er moeilijk sprake zijn van gedegen ruimtelijke ordening. Dus ik noemde al een paar kleine activiteiten, kleinere projecten, waarvan ik noemde de productiviteitsverhoging, noem ik het, van Paramaribo. De binnenstad van Paramaribo is op dit moment wordt steeds onproductiever. De stad is leeg na 6 uur. Er wordt, als we zo doorgaan, krijg je een spookstad. Dat is één. En daarbinnen willen we ook kijken naar zaken zoals waar kunnen we parkeergelegenheid vinden, want het is een probleem. Hoe gaan we daarmee om? Hoe gaan we om met verkeersknopen? Hoe gaan we om met de zeg maar, begroeiing binnen de stad en dergelijke? En dat doen we niet alleen, hoor. We doen wat planning en we gaan ook daar samenwerken met bijvoorbeeld openbare werken en alle andere overheidsinstanties. Maar iemand moet de lead nemen en iemand moet natuurlijk een integraal plan maken samen met de mensen in de binnenstad zelf, dus het bedrijfsleven. En zo hebben we nog meer het inventariseren van publieke terreinen en het beschermen van die publieke terreinen is ook een van die zeg maar, kleine activiteiten die we willen gaan doen in de aanloop naar de wet ruimtelijke ordening. En dat houdt zoveel in dat wij dus al de publieke terreinen die openstaan, die horen open te staan voor het publiek, die gaan inventariseren en registreren en dus beschermen, zodat je geen toestanden meer krijgt zoals we die hebben gehad met bijvoorbeeld cultuurtuin en dergelijke. Maar dat die gebieden geregistreerd staan en dan kan, wordt het moeilijk dat iemand dan zo'n gebied gaat verkavelen. U heeft net als voorbeeld aangekaart bijvoorbeeld een samenwerking met het ministerie van Openbare Werken. Ja. Minister, we weten dat het vergunningbeleid toch wel een complex vraagstuk is. Stedelijke planning, hoe zal dat zich verhouden met het vergunningenbeleid bijvoorbeeld voor het openen van zaken of bedrijven die door het ministerie van EZ wordt gegeven en vergunningen om gigantische gebouwen op te zetten door het ministerie van Openbare Werken? Wat zal uw rol zijn? Ja. Nou, kijk, op korte termijn is sowieso het beleid van vergunningen ligt bij economische zaken. Wanneer de milieuautoriteit eindelijk van de grond is gekomen en operationeel is, zijn er dus milieuregels. En die zullen dus, we zullen erop toezien dat aan die regels wordt voldaan. Het geven van vergunningen, inclusief geluidshinder en dergelijke, die zullen dan het vooraf toestemming moeten krijgen van het ministerie, omdat wij dan zullen erop toezien dat mensen geen bedrijven vestigen op plekken waar ze die niet kunnen zetten. Daar komt verandering in met de operationalisering van de Milieuwet. En natuurlijk als wij later zeg, bestemmingsplannen maken voor gebieden, zullen wij, in Paramaribo, het bebouwd gebied, is het moeilijk om overnight zaken te veranderen. Tenzij ze echt, weet je, storend zijn, dan kun je ze sluiten, maar je kan niet
van de een op andere dag zeggen, maar alle autospuitinrichtingen moeten verhuizen naar elders. Dat gebeurt niet zo, dat gebeurt geleidelijk aan. In nieuwe gebieden zullen we wel plannen hebben, bestemmingsplannen, waar duidelijk wordt aangegeven, dit is industriegebied, hier mag je wel een bedrijfje zetten, daar kun je een winkel zetten, dit is woongebied, dit is dat, dit, noem maar op. En dan heb je dus een goede ordening van je leefomgeving. Voor wat betreft de bebouwde gebieden, zal dat geleidelijk aan plaatsvinden, waarbij we bit by bit, gebied per gebied, zullen gaan bepalen van kijk, hier gaan wij geen vergunningen meer uitgeven om zeg maar industriële activiteiten te doen, of hier worden er geen vergunningen meer uitgegeven om te wonen. Dat kan ook. Ja, we zien dat, laat me een voorbeeld noemen, Paramaribo Noord. We weten dat Paramaribo Noord over 25 jaar behoorlijk wat waterproblemen zal krijgen vanwege zeespiegelstijging. Maar ook andere gebieden waarvan we weten dat ze een gevaar zullen vormen. En dat is de taak van de overheid. Om nu al de mensen te zeggen dat ze voorzichtig moeten zijn of dat ze helemaal niet mogen bouwen.